Vest in de Stad bracht zondag 20 oktober gratis verrassende acts in de binnenstad van Alkmaar. In diverse winkels en openbare ruimtes werden er korte voorstellingen gegeven door professionals en de top van de amateursector. De opening was in de Grote Kerk door het Nederlands Kamerorkest. Het Nederlands Kamerorkest speelde ook met leerlingen van muziekschool Artians en muziekdocenten uit de omgeving van Alkmaar. In de Lange Straat reed de Kiddie Police Patrol. Twee politieagenten die alles daar scherp in de gaten hielden. Nick en Guy Table Magic verzorgden een combinatie van magie, fysiek theater en muziek. Simon Stuy bracht Nederlandstalige indie naar Popeye in de Boterstraat. Was Tall Tales te zien met een jong leeract.